Ja, goedemiddag denk ik. We gaan gelijk starten met het eerste nummer. En we zijn begonnen. Vandaag 11 juli in het Erika Sportfonds zwembad. Topdag uit, initiatief van de KNZB. Gaan we vandaag eindelijk een wedstrijd zwemmen. De laatste wedstrijd van het seizoen 2020-2021. Een bijzonder seizoen. In het bad ligt op dit moment Martijn Velders van Aquanovio. Hij start het programma met 200 meter vrije slag. Welkom aan alle kijkers. Welkom dat u bent, jongens, meisjes, dames en heren, opa's en oma's. Welkom. En u ziet het, we gaan het vandaag op een andere manier doen. We hebben in ieder geval het startblok volledig in beeld voor u. En dat betekent dat in de banen 2, 3, 4 en 5 vandaag zomer gaat worden. En ook de keerpunten zit u onderaan midden in beeld. De banen 2, 3, 4 en 5. En hier tikt hij dus al op zijn 150 meter keerpunt aan, Martijn. En dat is dus de kick-off van vandaag. En hij gaat nu naar zijn laatste 10 meter toe. En daarmee is de dag geopend en de aftrap gegeven voor... we zitten pas 100 meter op, dus we hebben natuurlijk in een 25 meter bad. Excuses. Ook ik moet er weer even snel in komen. Maar dat gaat helemaal goed komen voor u. Ik hoop dat ik goed verstaan ben, dat u de beelden goed kunt zien. Laat het rustig achter in de chat. Of bericht me via de contacten via WhatsApp. Maar we zijn dus begonnen aan die laatste wedstrijd van het seizoen. Een kekseizoen waarin eigenlijk heel weinig wedstrijden zijn gezwommen. Daarom is het leuk dat de Wart en Aquanovio vandaag deze wedstrijd toch organiseren hier in het Erika Sportfonds Terpstra zwembad. Daar komt hij dan aan en klokt een tijd. Nogmaals, net zoals vorige keren, ik hou zelf niet de tijden bij. Dat is allemaal te lastig met en het commentaar geven en de zwemmers commentariseren. Houd gerust als u favoriete zwemmers hebt. De klok bij de hand, de stopwatch bij de hand en klok lekker met u mee. Dan gaan we verder met programma nummer 1. Dat wordt de 50 meter vlinderslag. En daar start zometeen Roenchka, Laura en Siem. Laura van de Wart, de andere twee zwemmers van Aquanovio. En nogmaals, zij gaan 50 meter vlinderslag zwemmen. En daar zijn ook deze toppers weg. Roenchka, Laura en Siem. En zij pakken dus die 50 meter vlinderslag. Halverwege de eerste 12,5 meter zijn ze. En het is een snelle tijd van Siem in baan 4. Die gaat voor die twee andere toppers, voor Laura en Roenchka, naar het keerpunt. En u ziet hem nu, hij gaat nu keren. Pats! En dan draait hij om voor de vervolg van het vlinderslag. En wellicht dat we het zo wat mooier in beeld kunnen krijgen voor u. Alsjeblieft. Zie hem naar zijn laatste 12,5 meter. Terwijl Roenchka en Laura ook nu halverwege zijn. De laatste baan. Daar komt Siem aan. U ziet hem zwemmen daar. In baan 4. Tikt hij aan. Siem Hendricks als eerste in baan 4. En dan in baan 3 komt Laura eraan. En daar kort achter ook Roenchka. Kijk, en het vlinderslag blijft toch een pittige slag. Daar is Laura binnen van de Wart. En ook Roenchka tikt nu keurig aan. Het is tijd voor serie nummer 2. Mathieu, Captain Stielse de Haas, Suus Eerlings en Arianne van Gent. De eerste genoemde van de Wart, de andere drie allen van Aquanovia. Aquanovio natuurlijk. En wat is het toch heerlijk om enthousiaste zwemmers weer hier aan de start te zien verschijnen. Zullen ze dit gemist hebben, net zoals u, dat uw eigen kind weer lekker de sport kan beoefenen die ze graag oefenen, maar dan ook uiteraard in wedstrijden. Zwemmen is heel leuk in de training, maar uiteindelijk wil je toch allemaal het op het podium laten zien. En dat gaan nu Mathieu, Ilse, Suus en Arianne dus ook doen.
Serie 2, 50 meter vlinderslag. En uiteraard vlak voor de start houd ik me stil. En daar zijn ze weg. In baan 1, 2, baan 2, 3, 4 en 5. Mathieu, Ilse, Suus en Ariane. En als ik kijk, dan is baan 2 erg snel weg. En dat is Mathieu. En dan is het Ariane die voor Suus en Ilse gaat. Keerpunt is Mathieu inmiddels bereikt. Dat ziet u. En dan komt Ariane voor Suus. En dan ook nog Ilse. Kom op. En keren en terug. Mathieu die twee lichamen voor op de andere dames ligt. En de dames zijn allemaal uit dezelfde leeftijd van Mathieu. En je ziet het verschil tussen jongens en meisjes is soms aanwezig. Dus Ariane die flink doortrekt op Suus en Ilse daar nog achter. Maar kom op bij meiden. Hop hop. Laatste slagen. Daar is Ariane die aantrekt in baan 5. Dan in baan 4 Suus. En Ilse zal nog 2 halve slagen moeten maken. En pat en tikt ook aan. Keurig. Dat betekent dat deze serie erop zit. Dan krijgen we in de derde serie Jente even... En Jamil, baan 5 blijft in dit geval leeg, baan 4 blijft in dit geval leeg. Jente, Effe en Jamil starten allen van Aquanopio, baan 4 blijft leeg. En eigenlijk is het wel heel erg leuk dat het zo gecombineerd wordt. Hè? Het zwemmen, de jongens en meiden, leeftijdsgenoten, gewoon door elkaar, met elkaar. Uiteindelijk is het ook één vereniging, met elkaar, samen, niet alleen. Gaan we het opmaken voor de start. Goed weg allen. Jente, Effe en Jamil. De vlinderslag en het is Jamil die een goede onderwaterzone heeft. Maar daar gaan Jente en Effe gaan gelijkwaardig op. Effe zit kort achter Jamil en Jente weer heel kort achter Effe. Dus Jamil die als eerste gaat keren, ziet u. Dat zag ik niet helemaal goed. Ik moet hem zo neerzetten. Excuus. En dan tikt Effe door. Effe nu voor Jamil en Jente daar nog ook nog heel keurig op een respectabele afstand achter. Dus Effe die doorslaat. In baan 3, die tikt als eerste aan voor Jamil. En dan in baan 2 hebben, of in baan 2 tikt ook Jente nu keurig aan. En dan gaan we naar de laatste serie van de 50 meter vlinderslag. Wessel, Noah, Eva en Jelani. Allen van Aquanopio. Welkom natuurlijk ook aan de gasten die meekijken van Dulwart. Met wie Aquanopio deze wedstrijd hier in het Sportfondse zwembad Erika Terpstra organiseert. In baan 2 Wessel, in baan 3 Noah, 4 Eva en 5 Jelani. Ik zeg op de voorbaat, jongens, excuus als ik zo nu en dan een bespreking maak met mijn enthousiasme, dan wel vanuit de ingewikkelde namen die staan, maar stil te weer voor de start. En daar zijn ze weg in baan 2, 3, 4 en 5. Wessel, Noah, Eva en Jelani. En het is in baan 3 Noah een enorme flinke start maakt. Terwijl je ook in beeldscherm heel even zag dat het verkleurt. Dat gebeurt bij deze camera heel af en toe. Excuus daarvoor. Ah, het is een hele snelle Noah aan de gang. Maar ook Eva zit tussen het geweld zich gewoon ertussen. Want het is in baan 2 Wessel die kort achter Noah zit. Maar dan is het Eva en Jelani die naast elkaar zwemmen. Op die vlinderslag. Maar Wessel gaat hier. Noah gaat hier richting de finish. En die tikt als eerste aan. En dan wordt het toch wel heel krap naast elkaar. Het is Wessel, Eva en Jelani. Ik ga het niet zeggen, maar ik denk dat het Wessel, Eva, Jelani is geworden. Ik
excuus, even iets doornemen. Nummer 2, we gaan terug naar het volgende programma. Ook weer de 50 finishslag, andere leeftijdsgroepen. We beginnen met baan 2, Bente. Baan 3, Anouk. En baan 4, Eva. Eerste, baan 2 en via Aquanovio. Baan 3 is De Wart. Dus Bente, Anouk en Eva gaan ook de 50 meter vlinderslag doen. Andere leeftijdscategorie van de eerste serie. En daar zijn ze gelijktijdig weg. Bente, Anouk en Eva. Baan 2, 3 en 4 gevuld. En het is Anouk die op dit moment... er vandoor gaat en Bente en Eva lekker naast elkaar. Je gaat ze nu op het keerpunt zien verschijnen. Daar zijn ze op het keerpunt en het is baan 4 nog altijd de voorsprong. Keerpunt van Eva en Bente, die zitten nog altijd keurig naast elkaar en gaan nu richting de laatste 12,5 meter. Dus Anouk hier de snelste tijd gaat blokken en Eva zit nauw naast Bente. Dat wordt nog een close finish, maar eerst de finish hier van Anouk zit daar. En dan lijkt Bente net iets meer ademgevaar, iets meer in de mars te hebben dan Eva qua uithoudingsvermogen. Dat is geen enkel probleem, 50 meter is geklokt. We hebben weer een wedstrijd geswommen en dat betekent dat het ritme zo meteen terug is voor het tweede nummer wat op het programma staat. Dat geldt natuurlijk voor al deze zwemmers. In baan 2 hebben we Irin, in baan 3 Femke, in baan 4 hebben we Mila. Allen van Aquanovio, serie 2 van 5 op de 50 meter sprinterslag. En daar zijn ze weg. Baan 2, 3 en 4 gevuld. Erin, Femke en Mila. Ah, het is in baan 4 een keurige start van Mila. En daarachter wordt ook gevochten door Femke en Erin. Maar het is Mila die als eerste klopt voor Erin en dan Femke. Femke voor Erin, excuus. Nu is het doorzetten. Voor die laatste 20 meter nog. 12,5 meter nog te gaan. Dat is de laatste en wie zet er aan? Het is Mila die nog altijd voor ligt. Voor Femke en Erin. Mila die hier de eerste tijd gaat klokken voor Femke en daar is Erin ook binnen en geklokt. Volgende programma staat de drie andere zwemmers met Amara, Lois van de Wart en Mees van Aquanovio. Amara, Mees van Aquanovio en Lois of Lois of Louis. Ik denk dat het Lois is van De Wart in baan 3. Amara, Lois en Mees. Serie 3 van 5. En daar zijn ook deze toppers vertrokken. Voor hun 50 meter vlinderslag. We zijn alweer halverwege het programma en het is Lois die voorop ligt. Die heeft een voorsprong op baan 2 Amara en ook Mees. Ze zijn ook alweer binnen. We gaan over naar het programma 4 van 5. Nayobi in baan 2, Alexandra in baan 3, Sabian in baan 4 en Benna in baan 5. Baan 5 is De Wart, de andere 3 Aquanovio. En daar zijn ze weg. Nayobi, Alexandra, Sabian en Benna.
Een hele snelle start van de baan. 2-4 van Nayobi en Sabine. Of Sabine. Het is misschien veel makkelijker dan het niveau. Het is gewoon Sabine Timmers. In baan 4 van Aquinopio. Allemaal op een touwtje liggen. Ze banen 2, 3 en 4. Nayobi, Alexandra en Sabi. Korte achter nog Penna van de Wart. Wie trekt er aan het langste eind? Dat zal in baan 3 Alexandra zijn voor Nayobi. En daarachter Sabine en Alexandra. Het zou zo meteen kunnen zijn dat we heel even wat data verliezen qua zendkracht. En dan zal ik heel even overschakelen op een andere verbinding. Het lijkt alsof het internet heel snel leeg gereden wordt. Maar we gaan over naar baan serie 5, 5 meter kinderkracht. Met daarin Guusje, Colinda, Tira en Louise. Alle van Aquinopio. We liggen keurig op het tijdschema. We zijn vertrokken, daar zijn ze. Guusje, Celinda, Colinda, Tira en Louise liggen in het water. Dit zijn de grootste zwemmers van... ...in deze leeftijdscategorie. Het is in baan 3. Colinda die als eerste het keerpunt bereikt. Maar dan, wat gaat er gebeuren na het keerpunt? Het is Guusje die nu aansluiting vindt bij Colinda. En daarachter zit ook Tira en Louise gewoon kort bij elkaar. Louise die daar vooruit gaat, maar de winnende tijd wordt gered door Colinda met kort Guusje erachter. En dan komt Louise voor Tira binnen. En dan is deze 5-meter vlinderslag ook genoteerd. Dan gaan we door naar de 5-meter vlinderslag voor de heren. Dan hebben we in baan 2 Felix van der Wart, banen 3, 4 en 5 gevuld door Aquinopio met Sammy, Mink en Lucas. En daar zijn ze alle vier vertrokken voor hun 50 meter vlinderslag. Serie 1 van 3. En het is in baan 4 Mink die er vandoor gaat. Er staat een gat van een lichaam op de banen 3 en 2 op Sammy en op Felix. En daar kort ook weer achter van Lucas. Nog altijd baan 4 die voorsprong heeft, dat is Mink. Als ik dat nu baan 2 en 3 komen opzetten, Felix en Sammy komen nu richting Mink, maar Mink heeft toch het gat al geslagen. Mink gaat als eerste aantikken, maar het is wel een gelijke strijd tussen Sammy en Felix. En die daar als eerste aantikken durf ik niet te zeggen. Maar de laatste meter hier dan nog van Lucas, die ook gewoon hartstikke goed zijn slagen afmaakt. En bam, ook Lucas heeft zijn tijd genoteerd. Serie 2 van 3, 5 meter vlinders. Kieran de Wit van de Wacht, Thomas Bergmans in baan 5 van de Wacht. Maar banen 3 en 4 zijn gevuld door Malik en Soepjan. Die twee zijn weer van Aquinopio. Dus in baan 2 Kieran, Malik, Soepjan en Thomas. Voor de zekerheid van mensen thuis, mijn vader aangegeven wordt dat de status van de stream slecht is. Wat ik hier op beeld zie is redelijk oké. Dan kan ik ook goed de banen volgen. Ik weet niet of dat ook voor u geldt. Ik hoop het wel, want ik gun het u van harte om de kroosten te zien zwemmen. Maar dus niet. Daar zijn ze vertrokken. En daar zijn ze op het keerpunt. Wederom is het baan die als eerste aantikken. Dat is Soepjan.
Die gaat voorop op het keerpunt. Maar een heel goed keerpunt in baan 3 van Malik. Kieran zit ook weer naast Malik en kort daar weer achter zit Thomas. Het lijkt dat Soepjan toch het langste eind gaat trekken in deze serie. En daar weer achter Malik en Kieran. En uiteraard ook Thomas die keurig aantikt. Volgende serie, laatste serie van deze leeftijdscategorie, Rayo. Excuses, want mijn verbinding viel dus toch bij. Data is dus inmiddels al opgekruid. Dat betekent in baan 2, baan 3 wordt het eerst aangekomen. Romees voor Mies, bij Leon en ook Rayo tikt aan. Excuses dat deze binnen nou net bij deze wedstrijd wegviel. Dan gaan we door naar programma nummer 4. Serie nummer 1, 100 meter vlinderslag. Met daarin Irina, Tara en Anne Lotte. Laatstgenoemde is van de. Ik sta nu even niet in de status van de stream, omdat ik het kastennetwerk van het zwembad hier gebruik. Maar we zijn dus weg met Irina, Tara en Anne Lotte. Het is in baan 2 Irina die uitstekend van start gaat, hier op die 100 meter vlinderslag. Daar komt het keerpunt, daar is ze, daar tikt ze aan. Voor Tara en daar weer kort achter Anne Lotte. Gaan we naar het eerste keerpunt op die 50 meter, waar Irina een kilometer voorsprong heeft op haar medezwemsters Tara en Anne Lotte. En uiteraard allen doen ze hun, in ieder geval doen haar, is haar uiterste best om zo'n goed en mooie mogelijke prestatie neer te zetten. Ik merk inderdaad dat de stream iets haperiger lijkt door te komen, dat heeft echt absoluut met de verbinding te maken. Maar Irina nu naar haar laatste meters toe gaat. Zo'n kleine 10 meter voordat zij gaat aantikken naar tijd. En de laatste 12,5 meter hier voor Tara. En dat zal zo ook voor Anne Lotte kunnen gelden. Maar het is Irina die hier als eerste aantikt in deze serie. Met nog 3 slagen te gaan komt ook Tara eraan. Hup, 2. En ook Tara tikt in dit geval aan. Dan is het nog 10 meter voor dat ook het keerpunt wordt of dat het eindpunt wordt bereikt door Anne Lotte van de Wart. Zij heeft nog 1 slag gedaan onder waterfase en tikt keurig aan. Dan gaan we naar serie 2. Van 2, 100 meter vlinderslag in deze leeftijdscategorie. Gaan we dat doen met Iris, Eline, Caitlin en Leonor. In baan 2. Iris in baan 2 Iris, in baan 4 Caitlin, die beide zwemsters van De Wart. In baan 3 en 5 Eline en Leonor, die zijn van Aqua Novio. Daar zijn de zwemmers getrokken. En het is in baan 3 een hele goede start van Eline. En daarachter duurt op een lijntje met Iris, Caitlin en Leonor. Ja, allen hun eerste 12,5 meter verkeerd. 25 meter uiteraard, excuus. Ah, het is in baan 2 en 3 Eline en Caitlin die. Flinke halen, doorhalen, maar ook in baan 1 komt daar Iris aan en ook Leonor komt nu bij haar 25 meter kippen. 50 meter kippen. Twee banen, twee lichaamslijnen voor Eline op Caitlin. En datzelfde gaat eigenlijk weer voor Caitlin op Iris. En Iris en Leonor die komen dichter bij elkaar. Dat is de gunster van Leonor. En we gaan hier naar de finish van Eline alweer. Die gaat haar laatste 10 meter nu in. Er nog zo'n 6 slagen zijn. 1, 2, 3, 4,
5, 6 en dan nog onder waterbaas. Boom, Eline tikt aan. Met daar weer kort achtergevolgd. Twee slagen voor Caitlin. Dan is ook Caitlin binnen. Die tikt aan. Dan nog 5 meter voor Iris. En ook Leonor zit in haar laatste 10 meters. Kom op Leonor. Op. Nog 3 slagen. 1, 2 en de onderwaterbaas misschien. Hoppa. En ook Leonor tikt aan. Gaan we door naar het volgende programma nummer. Dat zijn de 100 meter vlinder voor heren. Dat is 1 serie met Tim, Mick, Kai en Simon. Dat is het laatste programma nummer voor een korte pauze. Dat zou voor mij even kunnen zijn om even de internetverbinding te veranderen. Ik zie dat er iets met de gegevens niet helemaal... Dat zou met het internet te maken kunnen hebben. Dus excuus. In de pauze ga ik het repareren. Nu dus Tim, Kai en Simon. Allen aangehouden. Daar zijn de heren vertrokken. 100 meter vlinderslag. Hier start in de baan het 3-4 van Mick en Kai. Met daarachter Tim en Simon gevolgd. De eerste keerpunt is voor Mick. Wordt Kai erachter. En ook Simon en Tim zijn inmiddels gekeerd. Die trekt Mick behoorlijk door. Pakt dan 2 lichaamslengtes op de nummer 92 van Sky. En hij heeft Kai weer een lichaam van voor op Tim. En op de voeten van Tim zit eigenlijk ook wel weer Simon. Dus dat zit allemaal nog kort bij elkaar. Het is met name Mick die op dit moment flink doorhoudt. De voorsprong vergroot en je hoort het. Het publiek gaat nu ook meejuichen. En dat is natuurlijk altijd mooi om te zien. Inmiddels de lichaamafstand is flink vergroot. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Kai, die ook zijn voorsprong op Tim en Simon heeft gegooid. Simon en Tim op hetzelfde tempo. Maar we gaan eens even kijken naar de finish van Mick. De laatste 10 meter. Daar komt Kai aan. Ook zijn laatste halen. Simon nog 10 meter en hetzelfde geldt voor Tim. Ik zie hier verschijnen in de banen 2 en 4 dag. Hier onder in beeld ziet Simon nog zwemmen. Zijn haar laatste halen. Nog even, bam. Kom op. Pap, pap, pap. En dan tikt ook Simon binnen. Even. Van de Wart, in baan 3 Siem en in baan 2 Roenska en in baan 2 en 3 gevuld door Aqua Novio. Het is Siem die op dit moment op de eerste positie ligt voor Lauren. Kijk, Siem tikt nu aan en over Lauren gaat nu naar het keerpunt. En kijk ook even Roenska nog aan, die heeft nu haar keerpunt erop zitten. Gaan we terug voor die laatste baan rugslag, 50 meter rug. Waarna we zometeen serie 2 hebben met Kielse, Suus, Jente en Ariane. Allen Aqua Novio. Maar terug naar Lauren, Siem en Roenska. Lauren in baan 4, maar in baan 3. Kijk, daar komt hij aan. Siem tikt aan in baan
3. Maar Laura zet nog eventjes op. Laura Ekel van der Wart, vergeet die naam niet. In baan 4 aangetikt. En ook Rowenska is inmiddels binnen. Gaan we dus door met baan serie 2. Baan 2, Ilse, Suus, Jente en Ariane. Allen Aquanovio. Erbij zijn is beleven. Zoals aangegeven, excuus af en toe dat de camera midden onder een beeld af en toe wegvalt. Het is de camera, ik weet niet waarom dat het doet. Ik denk omdat het stilstaand beeld is, maar stil voor de start. Dames, de tweede het wapen. 50 meter terug. Serie 2 van 4. 50 terug voor deze leeftijdscategorie. Daar zijn ze vertrokken. Een snelle onderwaterfase. Het is Ilse die op dit moment de snelste van start gaat. En halverwege op voorsprong ligt al. Wordt er in baan 5 opzet gezet door Ariane. Die nu met flinke halen iedereen voorbij streekt. In baan 3 is het Suus die iets achterblijft op Ilse. En Jente zit hier voor kort achter Ariane. Het eerste keerpunt wordt gedaan door Ariane. Dan is het Ilse gelijk met Jente. En daarachter weer kort Suus. Die maakt het beste keerpunt. Het is Ilse die een uitstekend keerpunt maakt en voorop ligt. Met nog zo'n kleine 12,5 meter te gaan ligt Ilse op kop. Maar Ariane zet weer aan, maar zakt iets in en komt Jente eroverheen. Het is Ilse die nog een halve slag voorspringt, maar Jente komt eraan. En in baan 2 zit ook Suus daar nog kort achter. Het is een nek-en-nek race. Het zal Ilse zijn die als eerste aantrekt voor Jente. En dan Ariane. En als laatste tik ook nog aan Suus. En dat was serie 2 van 4. In serie 3 hebben we Esmee, Jamil, Wessel en Effe. Allen van Aquanovio. Baan 2 Esmee, baan 3 Jamil, baan 4 Wessel en baan 5 Effe. Aan iedereen die kijkt of jullie aan de omgeving mee helpen. Liefst dat jullie allemaal water en dergelijke aanbieden. Heb ik ook absoluut nodig. Inmiddels heb ik alweer een paar stokjes genomen. Maar ik hoop ook dat jullie, juist jullie allemaal thuis ervan kunnen genieten. Dus we gaan. We gaan door met Mama 3, Suri, Mama nummer 6, Suri. Met Esmee, Janiel en Bessel en Mama. En daar zijn ze vertrokken. Effe, Wessel, Jamil en Esmee, allen Aquanovio. En het is in baan 3 Jamil die een goede start heeft. En hier de slagen van Effe gaan ook behoorlijk gehoord. Met Wessel daar ook nog eens goed bij. Esmee daar weer kort achter deze dieren met dat geweld. Die keert daar als eerste. Het is in baan 5 Effe die wederom als eerste het keerpunt bereikt. En dan daarna komt Esmee opzetten. Ja, Esmee komt alweer naast Wessel en Effe. En Jamil heeft nu een voorsprong. Maar de slagen van Esmee worden doorgetrokken. Maar het is in baan 5 Effe die nou weer langzij komt bij Jamil, maar Wessel zit er ook weer achter. Het is Jamil die gaat winnen. Het is toch even. Het is Jamil, even Wessel. En daar weer kort achter. Nu de laatste slag. En ook Esmee is binnen. Zit serie 3 van 4 erop. Gaan we door naar Jelani, Mathieu, Noah en Eva. Baan 3 is gevuld door de Wart. Baan 2, 4 en 5 door Aquanovio. Deze toppers gaan zich opmaken voor 50 meter. Ik hoop dat ik naast de beelden dat hij ook nog altijd mij goed kunt volgen. Het is afhankelijk van data, wifi-verbinding en dergelijke. Ik ben er niet altijd even blij mee, maar we gaan ons opmaken voor Jelani, Mathieu, Noah en Eva. En daar zijn ze vertrokken. Het is baan 3 Mathieu die op dit moment de leiding neemt, met daar weer achter Noah en Eva. Het is baan 3 en 4 die kort bij elkaar zitten met Mathieu en Noah, de Wart en Aquanovio. En daar ook weer kort achter Jelani en Eva. Het is baan 2 en 3 die nu een voorsprong nemen. Mathieu en Noah. Mathieu heeft net al een lichaam op Noah. En Noah heeft weer een lichaam op Jelani. En Jelani heeft weer een voorsprong in het lichaam van Eva.
We gaan naar de finish toe en Noah komt nog wat dichterbij, maar het is Mathieu die aantikt voor Noah. Eva komt ook weer dichterbij bij Jelani. Jelani tikt nieuw aan en ook Eva is binnen. En zo zit serie 4 van 4 erop voor dit programma nummer 6. En gaan we door naar programma nummer 7. Nummer 7 is 50 meter rug voor de dames. En daar hebben we de leeftijdsgenoten 11 jaar en ouder. En starten we in baan 2 met Anouk van der Wart. Baan 3 en 4 van Aquanovio gevuld door Bente en Eva. Dames in het water, Anouk, Bente en Eva. Laat hij er maar weer voor zitten. 50 meter water genoeg. 50 meter stap. En daar zijn ze vertrokken. Goede start van Eva en Bente in baan 4 en 3. En Eva heeft al gelijk een goede slag te pakken. En een gelijke slag met Bente. En Anouk zit daar ook gewoon keurig naast. En die gaat zelfs een nieuwe tempo verhogen. Ja, het is Eva die als eerste dat keerpunt lijkt te gaan bereiken. Naast Anouk en Bente zit daar weer kort achter. Daar keren ze een pad. Het is Anouk die als eerste keert voor Eva en dan Bente. En de onderwaterfase van Anouk is sterker, want die slaat gelijk een slag op Bente en Eva. Bente komt nu naast en nabij Eva. Terwijl Anouk nu echt haar slagen groter maakt. Maar ook het tempo wordt verhoogd door Eva die weer langs de zij komt bij Bente. Maar we kijken nu naar de finish van Anouk die als eerste aantikt. En dan is Eva die dan toch... Ja, dat is een close finish tussen Eva en Bente. Ik durf er geen euro op te zetten. Maar laat ik een voorspelling doen dat Eva net iets eerder aantikte dan Bente. Maar Anouk won deze serie. En dus gaan we door naar serie 2 van 4. 50 meter rug met Elke, Niobe, Niobe, Mila, Allen, Aqua, Novio. Zei ik het goed, Tim? Volgens mij sprak ik het wederom een goed keer uit. Excuus daarvoor. Niobe is het. Niobe. In baan 3. Elke Niobe. Mila. Ga nu van start. Daar zijn ze vertrokken voor hun serie 50 meter rug. Een uitstekende onderwaterfase van Nio, waar ze goed kracht in. Kort gevolgd door Mila. En ook Elke zit daar gewoon nog keurig heel dichtbij. Het is... Niobe die als eerste keert voor Mila en nu ook Elke die het keerpunt heeft bereikt. En dan gaan we naar de laatste 12,5 kilometer van Niobe. Die inmiddels een lichaamsvoorsprong heeft op Mila. En Mila heeft twee lichamen voor op Elke. Het is dus Niobe die nog op de huid wordt gezeten door Mila. Maar Niobe tikt als eerste aan voor Mila. En dan zijn hier nog ook de laatste slagen van Elke ook keurig de finish bereikt. Serie 3 van 4, 50 meter rug. Amara, Sabine en Femke. Excuus Sabine dat ik het zojuist Sabien noemde. Af en toe denk ik in moeilijkheden in plaats van oplossingen. Maar het is gewoon heel simpel, heel Nederlands. Sabine. Sabine Timmers, Aqua Novio in baan 3. Baan 2 Amara en Jansen in baan 4. Femke Brouwer. Zijn ze vertrokken. Sabine leek wat moeilijk te starten. Lang op het startblok met Amara en Femke. Maar ze liggen gewoon op een lijntje, dus daar is totaal geen sprake van. En dus vertrekken hier deze drie stoppers voor hun 50 meter rugslag. En zijn nu bij het keerpunt. En vrijwel alle drie tegelijk. Amara, Sabine en Femke. Een Aqua Novio topperwedstrijd. Het keerpunt lijkt het best gemaakt door Amara, die nu een kleine voorsprong heeft. En het is Femke die nu op komt zetten. Femke trekt hem naast Amara en ook Sabine zet nog eventjes aan. Het is Femke of Amara. Wie gaat er als eerste aantikken? Het lijkt Amara voor Femke en dan Sabine. Dat was serie 3 van 4. Gaan we door naar serie 4 van 4 met Lois van der Wart, Tera, Guusje en Colinda. De laatste drie genoemde zijn van Aqua Novio. Excuus dames, ik regel een betere 5G-verbinding dan dat ik op dit moment heb. We gaan dus het water in met Lois, Tera, Guusje en Colinda.
Lois, Tira, Guusje en Colinda zijn hier van start. Banen 2, 3, 4 en 5. Kijk, dit is een lange onderwaterfase. Baan 3 blijft overigens leeg, omdat de Tira niet is gestart. Maar in baan 4 is Guusje er vandoor. Guusje gaat over naar het keerpunt en tikt als eerste aan. Beide tegelijk hier. Colinda zit daar kort op. Wie komt de beste onderwaterfase? Ja, dit zijn de grote onderwaterfases. Colinda blijft wat lang onder water, maar Guusje haalt door en heeft een voorsprong. Maar ook Lois komt daar ook nog op zetten. Wie, oh, wie pakt hier de sprint? Het lijkt Guusje die als eerste gaat aantikken. Is het inderdaad Guusje? Ja, Guusje tikt aan voor Colinda, voor Louis. En zo zit programma nummer 7 erop. Dan gaan we door naar programma nummer 8. En programma nummer 8 is de 50 meter terugslag voor de junioren 1 en ouder. En daar staat in programma nummer 1 van 3. Als eerste Mink van Aquanocchio. 2 in baan 3, Felix van de Wart. En in baan 4 hebben we ook Lucas. Komt goed, dankjewel. En we gaan zometeen over op 5G mensen en dan is de verbinding weer beter en heeft u het allemaal beter in beeld. We doen ons best, echt waar. U zit thuis er heerlijk bij, een hapje en drankje. En ik word hier ook netjes gehouden door iedereen, keurig hoor. Maar dus we doen het allemaal voor u en we gaan eens opmaken. Dus voor programma nummer 8, 50 meter rugslag. Nu horen met Link, Felix en Lucas. Baan 3 is gevuld door Bart, baan 2 en door Aardbaan. En daar zijn zij ook weer gestart met hun tweede programma van de dag. En daar is op een lijntje te trekken. Dus je kijkt maar nu midden in het beeld. Keurig naast elkaar. En dat is Link en Lucas die iets voor op Felix trekken. En het is zelfs Lucas die lijkt mij als eerste naar het keerpunt te gaan. Het is misschien toch Link. Ja, Link gaat toch als eerste onder water. En die komt dan misschien ook als eerste weer boven water. Ja hoor. En Lucas ligt dan op de tweede positie. En daarachter ligt kort Felix. En Lucas gaat nu zijn harde slag opzetten en lijkt iets weg te lopen bij Felix. Maar Mink gaat hier deze serie in ieder geval winnen. Die eerste serie van 3. Dus Mink die aantikt en Lucas. En Felix haalt ook nog even door. Het is de onderwaterfase, denk ik, van Lucas die het toch redt voor Felix. Zo zit serie 1 van 3 erop. En gaan we door met serie 2 van 3. 5 meter rugslag. Dan hebben we Malik, Thomas en Sammy. Baan 3 gevuld door Duart. Baan 2 en 4 door Aquanocchio. Dat hier optimaal van genieten. Misschien zijn de beelden niet altijd even te scherp. Maar dan heeft u in ieder geval nog het geluid. Ik hoop dat dat gewoon de uitstekend te verstaan is. Dat u zo een beetje meekrijgt hoe uw zoon, dochter, kleinkind, vriendje of vriendinnetje, uw jonge buurmeisje er vandaag van krijgt. En daar zijn ze vertrokken. Malik, Thomas en Sammy. En ook dit keer ook weer op een lijntje. En dat betekent dat ze aan elkaar gewaard zijn. En dan zal het zometeen richting het keerpunt bepalend zijn wie er zometeen er vandoor gaat. Het is in baan 3 Thomas die op dit moment aan het langste eind lijkt te trekken. Want die keert als eerst maar een keurig keerpunt van Malik hoor. Die komt misschien met zijn onderwaterfase er weer langs. En dat is zo. Met daar weer kort achter Sammy. Maar nu gaat het om die laatste 12,5 meter. Wie gaat de hardste slagen? Wie pakt het minste water mee? Om vooruit te branden. Keurig zijn er zijn Thomas en Malik. Ja, die tikt zich aan. Ik denk dat Thomas ja, misschien. Ja, Thomas Malik. Of Thomas of Malik. En Sammy tikt als derde aan in deze serie. Ik spannend. Klokken gaan het bepalen. Niet ik. En dus gaan we door gewoon naar de afsluitende serie van dit programma. Programma 8, serie 3. Leon en Mees van de Wart. Baan 2, 3. Baan 4 hebben we Sufjan van Aquanocchio. Dat is afsluitende. Programma nummer van deze 8. Nummer 8, de heren, 50 meter verslag. Daar gaan ze het water in om zich vast te kleven aan dat. Daar zijn ze betrokken, Leon, Mees en Sufjan. Het is Sufjan die onwijs hard van start gaat. Een goede onderwaterfase. Laatste bovenkant en ook gelijk met zijn passen. Zijn harde slagen er vandoor gaat. Keert als eerste. Sufjan, dan Mees, dan Leon. Maar dan nu. Kijk eens wat een onderwaterfase. Daar komt nu pas boven. Hè. Maar de anderen zijn er voor hun slagen wel weer naar bij gekomen. Het is Leon en Mees zijn aan zij. Maar Sufjan die er hier vandoor gaat.
Meest lijkt dan nog voor Leon Soufiane tik aan. En dan is het Meestie voor Leon aantikken. Sluit het programma nummer 8 af. Gaan we naar programma 9. En dat is 100 meter rugslag. Dus het pakken er 150 meter langer aan vast. Gaan we naar programma nummer 9. En dan hebben we ook een andere leeftijdscategorie, namelijk 11 jaar en ouder. Maar dan in de dames. Met zometeen in serie 1 van 2 Annelotte van de Wart. Baan 2, baan 3 en 4 gevuld door Aquanopio met Leonor en Tara. En nummer 3 en 4 weten dat het volgens mij een behoorlijk goede vriendinnen van elkaar zijn. Dat wordt dus een leuke battle. Dan gaan we deze dames praten. Daar zijn ze betrokken en ze gewoon ook weer in een lijn. Annelotte, Leonor en Tara naast elkaar. Leonor lijkt iets eerder richting het keerpunt te gaan. Tikt nu als eerste aan. Maar dan die onderwaterbaan. Hoe wordt dat opgezet? Leonor trekt weg bij Annelotte en Tara. Tara komt nu gewoon wel weer met haar slagen dichter en zelfs naast Annelotte van de Hart. Maar het is Leonor die er nog altijd voorop ligt. Maar het zijn de slagen van zowel Annelotte als Tara toch wel weer voorbij komen bij Leonor. Leonor keert nu in ieder geval naar 15 meter. Hetzelfde geldt nu ook voor Annelotte en Tara. Ja, dan is de race misschien toch anders opgebouwd door de anderen. Want ik zie toch echt dat de beide tweede dames in de baan 2 een keer dichter bij Leonor lijken te komen. Misschien een bewuste keuze voor Leonor om de laatste 25 meter nog even volle bak door te trekken. Ook Tara trekt nu weg bij Annelotte. Wat gaat er hier gebeuren? Het laatste keer wordt ingezet door alle drie de dames. Leonor lijkt nu toch wel met haar kippen wel het kamp geslaagd te hebben. Annelotte komt nu weer gelijk naast Tara. Tara gaat nu toch weer wat harder aanzetten. In ieder geval Leonor gaat die Pelser eerst toch nog aantikken. Ze heeft toch haar voorsprong voorbereid en ook Tara trekt toch nog even weg bij Annelotte. Zo wordt Leonor, Tara, Annelotte in deze eerste serie van programma nummer 9. Want in serie 2 verschijnen er weer 4 nieuwe zwemsters aan de start. In baan 2 Iris, in baan 3 Fine, in baan 4 Frederike en in baan 5 Kirina. De banen 2 en 4 van de Wart, de banen 3 en 5 voor Aquanopio. En dus nog één keer 100 meter per stap in deze leeftijdscategorie. En daar zijn ze vertrokken. Iris, Fine, Frederike en Kirina. Nou, hij lijkt in baan 3 Fine die als snelste weg lijkt te gaan. Maar ook Kirina komt hier alweer opzetten met haar slagen. Daarachter Frederike en Iris die dan iets achter liggen. Maar nu het eerste keerpunt weer van 4. Is het nog altijd Fine die behoorlijk wegtrekt bij de rest. En Kirina trekt zich weg bij de twee dames van De Wart. Bij Frederike en Iris. Zo. Alles op een lint getroffen zou ik met uur bijna zeggen. Ja, het gaat de puur recht eraan toe voor Fine. Ze heeft twee lichaamslengtes voorsprong op haar leeftijdsgenoot Kirina. En daarachter eigenlijk weer eenzelfde voorsprong op Frederike. En Frederike weer op Iris. Gaan we naar de laatste 10 meter van Fine. Die is hier voor Aquanopio de snelste tijd gaat kloppen. En Kirina zit daar ook weer gewoon op een lichaamslengte terug. Ik heb wel wat teruggetrokken van haar achterstand. Laatste 2 slagen, 1 en 2 en tikt hier aan. Kirina als nummer 2. Dan wordt Frederike op plaats 3 en Iris op plaats 4. En zo hebben we ook dit programma weer achter de rug. Gaan we door naar programma nummer 10. De heren 100 meter rugslag. Dat zijn de junioren 1 en ouder. Hebben we 1 serie en in die serie zwemmen alle Aquanopio-leden. Dat zijn Tim, Mick, Kai en Simon. En daarna hebben we weer een korte pauze en gaan we even op zoek of er wellicht
sprint weer naar een betere status kunnen krijgen. Al wordt er gewoon keurig aangegeven dat de sprint uitstekend is. Dus ik hoop ook dat u daar gewoon optimaal van kan genieten. Zolang ik geen berichtjes krijg, is het goed bericht, zeg ik altijd maar. De vier heren van start, Tim, Mick, Kai en Simon in baan 2, 3, 4 en 5. Eén serie van Prominum 10, 100 meter rustslag. En het is in baan 3, Mick, die gelijk de voorsprong neemt op Kai. Simon en Tim zitten weer uitstekend naast elkaar. Ja, twee stemmers uit 2006 en twee uit 2008. De baan 3 en 4 2006 en de banen 2 en 5 zijn van 2008. Dus daar zit een leeftijdsverschil tussen. Dus Mick die in ieder geval als eerste gaat keren. Ja, bam, tikt hij aan. En ook daar weer achter Kai. Kai gaat niet tikken. En dan zien we dat Tim en Simon, leeftijdsgenoten, gewoon keurig op een lijn zitten. En tegelijkertijd keren. Mick gaat alweer in de richting zijn keerpunt. Zijn laatste keerpunt voor deze 100 meter. Daar is hij. Hetzelfde geldt nu ook voor Kai. En het lijkt dat Simon een kleine voorsprong neemt op Tim. Maar we gaan het even het keerpunt afwachten. Terwijl de laatste 10 meters alweer in zijn gegaan van Mick. Mick gaat hier richting de finish. En pakt een flinke lengte op de andere zwemmers. Maar daar komt hij aan. Daar komt Kaizen ook gewoon nog even aan. En het is Simon en Tim die je nu al midden in beeld ziet verschijnen. Naast elkaar lijkt Simon die nou toch aan het langs de eindlijn te trekken. Terwijl ook Kai natuurlijk al middels is gefinished. Het is Simon dan nog voor Tim. En hebben we nu wederom een korte pauze. Dus ik ga het geluid weer even uitzetten. Blijf er rust bij. Blijf kijken. We gaan zo meteen naar deel 3 van deze wedstrijd. Ga ik ondertussen even een versnaping tot nemen. Om op adem te komen. Om nu zo meteen weer spectaculair van verslag te gaan voorzien. Van programma nummer 11. En dan gaan we naar een nieuwe slag. En dat is de schoolslag. Tot zo.
50 meter schoolslag. Serie 1, stap op stap. Jenten, Lauke en Lisa. Achilles, Wilbert, ook de gebaren van Nokio. Daar zijn we vertrokken. Daar zijn Rowenska, Jente, Laure en Lisa vertrokken. We gaan dus de schoolslag doen. Een van de zwaarste en moeilijkste slagen van het zwemmen. En het is in baan 3 en baan 5 die naast elkaar liggen. En Jente en Lisa. Met daarnaast eigenlijk ook weer schouder aan schouder Rowenska en Laure. Keerpunten inmiddels al bereikt door de banen 3 en 5. Jente die een voorsprong neemt op Lisa. En daarachter kijken we ook even naar Rowenska en Laure. Dus Rowenska die net weer iets voorlicht op Laure. Daar gaat Jente. Jente naar haar laatste 10 meter toe. We zien dat Lisa ook nog even komt opzetten en dichter bij Jente komt. Maar het is Jente die hier in de baan die de eerste tijd gaat neerzetten. En daar is ook een uur tijd voor Lisa. En kijken we nu nog even in de banen. 2 en 4, daar is Rowenska, heeft dekt aan. En ook Laure heeft nu haar tijd opgezet. Eerste programma van eerste serie van programma nummer 11 zit op die 50 meter schoolslag. In serie 2 hebben we Ilse, Suus, Wessel en Sim die het gaan opnemen tegen elkaar. En nogmaals qua tijd zitten we keurig op het snelste tijdschema. En dat is prettig, hè? Houdt niet iedereen ervan, maar vanavond natuurlijk de Europese kampioenschap, de finale de voetbal in Londen. Dus twee grondsmachten die op dit moment voorbij zijn in de finale wedstrijd Italië en Engeland. Maar ja, de finale op Wimbledon gaan. Dus Djokovic en de Italiaanse tennissen. En ook de Fransen natuurlijk bezig. En zoals jullie ook al weten, de zwemmers van het Nederlandse ploeg, de Amerikaanse, zijn in Tokio. Ja, ik dacht dat ze gaan oogsten. Maar nu, Suus, Wessel en Sim gaat zich opmaken voor hun 50 meter school. En daar zijn ze vertrokken. Goede starts van alle vier de zwemmers. Lijkt mij, daar kan de jury niets op aanmerken. Op een lijntje in baan 4, Wessel die er vandoor gaat. Ilse en Suus naast elkaar. En ook Sim komt daar natuurlijk kort bij. Met snelle slagen komt Sim heel snel opzetten. Het komt al naast Wessel zitten. En de dames, Ilse en Suus zitten daar eigenlijk ook weer naast. Wat wordt het voor een keerpunt? Dat gaan we nu zien. Ja, alle vier tegelijk keren ze. Ilse, Suus, Wessel en Sim. Aqua en Opio. Alle vier tegelijkertijd. En dan nu lijkt het in de banen 2 en 3 dat Ilse en Suus over de langste adem te beschikken. Het is Ilse die aan kop gaat. Voor Suus, voor Wessel en voor Sim. Ja, Suus nog altijd, of Ilse nog altijd op kop. Maar Suus zit ernaast. En wie heeft dan de langste adem? De heren zitten er kort achter met Wessel en Sim. Het is Ilse. Ja, Ilse gaat hier als eerste aantikken. Lijkt mij of zit Suus nog met een... Het is Ilse die aantikt voor Suus. En dan is het nu Wessel die aantikt voor Sim. En dan zit serie 2 van 4 erop. Voor die 50 meter schoolslag programma nummer 11. Dan hebben we serie nummer 3. Blijft baan 2 helaas leeg. Maar baan 3, 4 en 5 zijn wel gewild met Aqua Novio zwemmers. Streten Effe, Arianne en Eva. Ja, baan 2 blijft inderdaad leeg. Dus baan 3 Effe, 4 Arianne en 5 Eva de Man. In de derde serie, 50 meter school. Geen corona-hoesje, mensen. Siep! Daar gaan ze. Daar zijn ze vertrokken. Effe, Arianne en Eva. Arianne iets voorzichtiger weg dan de andere twee. Effe en Eva. Maar dat maakt dus helemaal niets uit. Want Arianne gaat hier gewoon als eerste weg. Kort achter Eva. En ook Effe zit daar gewoon nog heel dichtbij. Ook dit weer een gelijkwaardige strijd. Maar het is nu Arianne die op komt zetten. De schoolslag die Arianne uitstekend beheerst. Maar ook Eva zit daar gewoon heel keurig goed op schema. Effe keert samen met, Eva. En Arianne heeft er een voorsprong. Ja, en Effe heeft een heel goed keerpunt. Zit nu weer voor Eva. En komt naast Arianne. En Eva zet nu op. We gaan snellere slagen maken. We gaan langer onder water. Maar het lijkt erop dat Effe en Arianne er verdwenen zijn. Wie gaat er dan als eerste aantikken van deze drie? Het is Arianne die als eerste, denk ik, aantikt. Ja, Arianne voor Effe. En dan is ook Eva nu aangetikt. En dan zit serie 3 van 4 erop. Dan gaan we door naar de laatste serie van dit programma. Nummer 11, 5 meter schoolslag met Mathieu van Dort. Zelani van Aquanopia. Ook Jamil van
Aqua Novio en ook Noah van Aqua Novio waren 2, 3, 4 en 5 gevuld. Dan de programma 11 en zometeen alweer op. Ja, de top daagt uit. Het principe van de KNSB, wat eigenlijk inhoudt dat de KNSB diverse simuleringsproducten gesteld voor de beste zwemmers van Nederland in het klassement en van deze afstanden in elke leeftijdscategorie iets kunnen winnen. En wat kan je dan winnen? Is dat wat daar wat gaan we doen? Wat zijn we daar? Weet ik niet. Afwachten. Maar daar zijn ze van start. Mathieu, Jelani, Jamil en Noah zijn gestart voor de 50 meter school. En de onderwaterfases is het de banen 2 en 3 die je gelijk opgaan. Dus Jelani en Jamil die naast elkaar kop aan kop, schouder aan schouder er vandoor gaan. Maar in baan 2 lijkt Mathieu nu op te komen zetten. Met kort gevolgd door Noah daar weer kort achter. Wie keert er als eerste? Dat zijn Jelani en Jamil tegelijkertijd. Schouder aan schouder. Als vriendschappen arm om elkaar heen leggen, zou je dat zo bij dat keerpunt kunnen doen. Het is nu baan 3. Jelani die er toch eigenlijk wel iets vandoor gaat. Heeft een kop schouder voorsprong. Maar in baan 2 komt Mathieu toch opzetten. Noah zit daar weer kort achter. Het zal nu om de eindsprint gaan. Wie gaat er als eerste aantikken? Het lijkt erop dat Jelani gaat winnen voor Jamil en voor Mathieu. En dan hebben we ook nog in baan 5 uiteraard onze Noah. Heeft aangetikt. Zit programma nummer 11 erop. Gaan we naar het programma nummer 12. En dan zijn het de leeftijdsgenoten 11 jaar en ouder. Dames die gaan zwemmen. 4 series. Ook zij die zwemmen de schoolslag. En in serie 1 hebben we Femke, Erin, Eva en Bente. Allen Aqua Novio. Allen goed weg. Gestart. Femke, Erin, Eva en Bente. Die komen naar de onderwaterfase. Vers te boven. Het is baan 2. Die lijkt voor te liggen. Dat is Femke. Vervolgens Eva en Erin. Zij en zij. En kort daarachter ook weer Bente. Wie gaat er als eerste keren? Dat lijkt in baan 4 Eva te zijn. Met daar kort naast Erin. En ook Bente en Femke zijn inmiddels gekeerd. Femke, Erin en Eva lijken naast elkaar te zitten. Femke zit nog iets korter achter Eva en Erin. En Bente zit daar weer heel laatst nog een klein stukje achter. Maar kom op, zet gewoon door, Bente. En wie gaat er als eerste aan? Het lijkt Eva Langenberg hier te zijn die er met de verwinsten vandoor gaat. Die tikt als eerste aan. Het is Eva voor Erin en ook Femke is nu binnen. En dat zijn nog hier de laatste slagen van Bente. Kom op, Bente. Tik aan. Hop. 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 En ook Bente zet hier gewoon een keurige tijd neer en is gefinished op haar 50 meter school. Keurig. En ik denk dat daar een dik PR voor Bente in zit. Gewoon goed achter deze andere drie toppers gefinished. Gaan we door met serie 2. En daarin hebben we Elke, Petra, Amara en Mila. En dat zijn allen ook weer Aqua Novio zwemmers. Of zwemsters. Kijkers, blijft in ieder geval bij. Laat duimpje richten achter. De chat kan ik inderdaad niet op reageren, maar we gaan weer van start. Serie 2. Elke, Petra, Amara en Mila. Die komt er als eerste boven. Ja, baan 4. Amara, uitstekende start. Heeft al een halve baan, halve lichaamslengte voorsprong op haar medezwemsters. En dat is Petra en Mila die er vlak naast zitten. En daar kort weer achter Elke. Ja, daar keert ze al. Amara, goede start. Goed keerpunt, denk ik. Hoe komt ze boven? Daar komt ze boven water. Kijk eens wat een voorsprong ze heeft. Puur alleen al door die onderwaterfase. En daar zit Petra dan nog kort achter. Elke zet op en komt alweer naast Mila. Ja, nog net niet. Maar er is nog gewoon 12,5 meter te gaan. Het is in ieder geval Amara die hier als eerste gaat aantippen. Die gaat nu richting haar laatste slag. Boom, onderwaterfase. En bam, die is binnen. Amara binnen. Petra wordt hier duidelijk nummer 2. En daar kort achter zit dan nog Mila die nu aantikt. En ook Elke komt gewoon keurig binnen. Hebben we ze in deze serie ook weer allemaal gehad. Gaan we naar serie 3 van 4. Met Sabine, Lopke, Niobe en Mees.
Ja, en hoe langer we bezig zijn, hoe beter die namen in mijn hersenpan komen te zitten. En ik zit het hoe beter nu kan verwoorden. Maar nogmaals, het belangrijkste is dat je vooral geniet van die zwemmers in het water. Tijdens deze laatste wedstrijd van het seizoen, dit bizarre seizoen waar bijna geen wedstrijden zijn gezwommen. En toch kwam het KNVB met het idee topdag uit waarbij Aquanopio de handschoen pakte en deze wedstrijd ging organiseren. Pakte een handschoen op, daarna in ieder geval de wedstrijdcommissie, de organisatie van Aquanopio zwemmen, vond het leuk om deze wedstrijd te organiseren. En ik denk dat alle zwemmers daar mee eens zijn en cool blijft. Maar daar gaan we dan. Sabine Kroenke en Naomi. Nou, wij ook nog mee. We gaan nu van start. Boom. In maar 3 uur gespring van Lopke lijkt me. Komen ze bovenaan. Ja, kijk eens, Lopke. Dat zie je dan toch wel weer aardig. En Lopke, een goede start met Sabine. Naomi en Meza nog altijd achter. En vliegervorm zie ik ze nu zwemmen. Het is Lopke die als eerste keer hem bereikt. Maar daar kort achter Naomi. Dus even kijken hoe die twee tijden naast elkaar. Oh, daar zit maar 16e tussen. Dat zit, het gat is nu groter, dat lijkt groter. Naomi een minder keerpunt lijkt me te hebben dan Lopke. Maar Sabine daarbovenin is Naomi inmiddels al voorbij gegaan. En Mees komt ook richting Naomi. Het is in ieder geval Lopke die hier die 50 meter school gaat winnen. Met daar kort achter Sabine. En Naomi zit dan ook weer naast Sabine. Daar komt Naomi binnen en dan hebben we ook nog Mees natuurlijk. Mees tikt nu aan, bam. Is deze serie voorbij. Dan gaan we naar serie 4 met Colinda, Lois, Busje en Tera. Lois van der Wart, banen 2, 4 en 5 van Aquanopio. Laatste serie van dit programma nummer 12. 50 meter school. En deze wedstrijd wordt u aangeboden mede dankzij iSport, iReport. Het YouTube-kanaal waarop u staat. In ieder geval voor Aquanopio in deze coronaperiode, deze bizarre periode. Wedstrijden, vissen, bingo's, noem het maar op, heeft georganiseerd. Op de kids van deze vereniging. In ieder geval bezig te houden in deze bizarre periode. Om in ieder geval de contacten met elkaar te behouden. Deze. En dus zijn Colinda, Lois en Fusje hier vertrokken. Ja, weer een hele lange onderwaterfase van Fusje. Die met Colinda boven water zit komen en naast elkaar gaan. Maar wie gaat hier als eerste keren? Dat lijkt mij in baan 1, 2, baan 2 Colinda te zijn. Die kort achter Fusje, maar ook weer Lois kort daarbij zit. En wie komt met het beste keerpunt? Weer een lange onderwaterfase van Fusje. Die nu boven water komt en Lois weer naast elkaar zit zwemmen. En Colinda heeft de voorsprong. Wie gaat nu de hardste slagen maken? Wie gaat het tempo verhogen? Het is Colinda die hier lijkt mij als eerste gaat finishen. Ik kijk het diagonaal op. Ja, het is Colinda voor Fusje, voor Lois. En dan zit programma nummer 12 erop. Dan gaan we nog de sponsorslag pakken. 50 meter voor junioren 1 en ouder. Dan hebben we banen 2 en 3 voor de Wart gevuld met Felix en Thomas. En in baan 4 Lucas Langeberg. Oh nee, je broertje moet nou. Ah. Dag meiden. Ja, ze komen hier even de lokale reporters supporteren. Drie vriendinnen. Maar ik ga me weer focussen op de wedstrijd en ga de dames gedag zwemmen zeggen. Want we gaan met Felix Thomas en Lucas van start. Daar zijn ze weg. Felix Thomas en Lucas. Banen 2 en 3, dus voor de Wart. Banen 4. Lucas van Aquanopio met een snelle start van Thomas. Met Lucas daar kort achter. En daar weer kort achter Felix. Die gaat er als eerste naar het keerpunt. Dat is nek aan nek een keerpunt. Van wie het beste uitkomt, die als eerste gaat keren. Was dat Thomas of was dat Lucas? Kijk nu naar de onderwaterfase. Lucas had een lange onderwaterfase. Thomas komt iets eerder boven, maar ook iets voor hem boven. Dan gaan we dus nu kijken. Gaat Lucas dat opzoeken? Komt hij nog naast Thomas? Ah, het wordt nek aan nek. Felix zit daar in ieder geval nog kort achter. Maar die gaat gewoon zijn best doen. Toch lijkt het nu dat Lucas op komt zetten en zelfs nu naast Thomas zwemt. Het is weer die het beste aankomt. Het is Thomas die als eerste aantrekt voor Lucas. En dan is Felix hier nog met 4 halen te doen. 3, 4 en onder water, bam. En dan is ook Felix binnen van de Wart. Dan gaan we door naar serie 2 van 3. Met Link, Sammy en Sofian. Alle drie Aquanopio. 50 meter school. Zo. Om de keel te smeren voor deze toppers. Mink, Sammy en Sofian. Aquanopio, waren 2, 3 en 4, 5, 6, 7, 8.
daar zijn ze. Daar springen ze binnen het water voor de 50 seconden. De derde afstand die ze nu hebben afgelegd. Oh, voorsprong van Soufian op Sammy en Mink. Ah, er zitten weer 2 en 3 jaar tussen deze zwemmers. Soufian als eerste bij het keerpunt. Hij pakt zijn onderwaterfase nu door. Hij pakt hem heel lang door. Kijk maar eens naar die boven water komt. Kijk, hop! En daarachter zitten Mink en Sammy gewoon weer elkaar op te huiten en er een mooie wedstrijd van te maken. Terwijl Soufian voor zijn PR gaat en pakt hij die hier. Dat is even de vraag. De tijd is in ieder geval niet de klok. Terwijl Sammy, Mink weer inhaalt en Sammy tikt als tweede aan. Maar Mink nu als derde zijn tijd klokt. Toppers, goed gedaan. Serie 3 van 3 met Malik, Tristan, Mees en Mies. De banen 2 en 3 gevuld door Aqua Novio. Banen 4 en 5 door De Wart. En dan zit voor deze leeftijdscategorie zometeen ook het programma voor de schoolslag erop. Dan gaan we uiteraard gewoon door met de schoolslag in de andere leeftijdscategorieën. Daar zijn deze gestart. Malik, Tristan, Mees en Mies. Het is in baan 5 Mees die er als eerste vandoor gaat. Met daar weer kort achter Mees. Mies, Mees even goed in de gaten houden. Mies en Mees gaan als eerste keren. Met daar kort achter dan weer Tristan en Malik. Maar nu gaan we kijken wie wanneer boven komt. Het is in een diagonale lijn kan je op deze zwemmers leggen. Maar het is Mies die voor Mees komt. Ja, Mies nog voor Mees. Tristan weer voor Malik. Mies is binnen voor Mees, voor Tristan. En dan Malik. Ja, kijk, en er wordt ook gechat in de live chat. Ik kan hem nu niet gelijk erbij pakken overal, maar ik zie nu de namen die ik al verkeerd heb ingesproken die ik gecorrigeerd heb. Maar Don Dimi, 23, Good Jelani. Best swimmer Jelani. Zo sport iedereen zijn of haar zwemmer. Ja, en daar is ook de chat voor bedoeld. Dus laat ik eerst een berichtje voor jouw favoriete zwemmer achter. Terwijl wij nu doorgaan naar een nieuwe serie. 50 meter school met Tara, Leonor, Kirina en Anouk. Laatstgenoemde is Van der Wart. Start ook slaat van de rest, maar we zijn dus gestart in deze leeftijdscategorie. Tara, Leonor, Kirina en Anouk. En ik ga eens even kijken. Baan 4, Kirina, uitstekend weer gestart met Leonor daar kort achter. En daarachter Tara die weer op een lijntje zit met Anouk. Ja, zonder partijdig te zijn zit ik te kijken naar Kirina. Die is vandaag volgens mij als een beest weer te gaan in het water. Al wordt ze nu gepasseerd door Leonor. Die komt opzetten. Dan is het leuk, hè? Dat is lekker net. Nek en nek, nek en nek. En die heeft dan de laatste adem. Die gaat dan de laatste slagen nog even versnellen. Het lijkt dat Kirina ineens gaat versnellen. Het is Leonor die hier hem pakt, denk ik, door haar onderwaar. Oh ja, ze moeten er nog 50. Ja, dit is 100 meter. Excuus, ja, ik maak het spannender dan dit mensen. Maar ze pakken echt gewoon nog even 50 meter bij. En dus nog altijd Leonor en Kirina, zij aan zij. Kort daarachter, toch alweer op een afstandje. Gevolgd door Tara en Anouk. Die hun eigen wedstrijd hier zwemmen voor om hun beste uit zichzelf te halen. Daar zijn in ieder geval Leonor en Kirina bij het laatste keerpunt. En dan lijkt het Leonor die een stukje voorsprong heeft gepakt op Kirina. Een halve lichaam. Laatste, niet de laatste 12,5 meter voor deze twee in. Die van Aqua Novio trekt hier aan langs het eind. Het lijkt Leonor te zijn. Wie, oh wie. Kijk ook even verder naar het andere bad waar Tara nog altijd voor Anouk schuimt. Maar die gaat aantikken. Het is Leonor die hier gaat aantikken voor Kirina. Keurig gedaan, meiden. En ook Tara zwemt gewoon nog haar slagen keurig af. Zonder dat ik niet klok, ik heb geen idee of er een PR voor deze meiden die nu nog in het water liggen. Voor Anouk of Tara in het verschiet ligt. Maar zij hebben hun schoolslag gebracht. Gaan we volbracht. Gaan we door naar serie 2 van de 14e nummer. Fenna, Mandy, Louise en Iris. Banen 2 en 5 zijn van De Wart. Banen 3 en 4 worden gevuld door leden van Aqua Novio.
Daar zijn ze gestart. Fenna, Mandy, Louise en Iris. Baan 3 en 4. Aquinalfio baan 2 en bij De Wart. En de banen 3 en 4 zitten zij aan zij. Mandy en Louise. Die gaan als een dolle richting de startpunt. En dat is baan 3. Mandy die als eerste omkeert. Die heeft de eerste keerpunt naar 25 meter bereikt. Van die onderwaterfases. Ja, die is uitstekend. Mandy heeft haar voorsprong op Louise vergroot. En dan komt het weer op de kracht aan, terwijl Fenna en Iris elkaar ook weer keurig zij op zij zitten. Terwijl Iris nu aan het opzetten is. Die maakt nu een voorsprong ten opzichte van Fenna. Terwijl de andere twee dames inmiddels alweer gekeerd zijn voor hun 50 meter schoolslag die ze erop hebben zitten. Het is Mandy die duidelijke voorsprong heeft ten opzichte van Louise. Kijken we dan ook even nog naar Iris en Fenna. Kijk, Fenna toch weer naast. Ja, kijk, Iris recht in het beeld. Fenna weer nabij, naast de Iris gekomen, maar Iris zet nu ook erop met haar slagen. Het lijkt erop dat Iris met die slagen sterk is van Fenna. En dat op het keerpunt Fenna dan weer terugkomt. Maar we kijken naar de laatste 12,5 meter van Mandy, die nu meer richting haar finish gaat voor deze 5 meter schoon. Van het 14e programma, nummer met serie nummer 2 van 2 in deze levenscategorie. Het is Mandy die duidelijk hier aantikt als eerste. En Louise komt daar nu achter, bam, ook haar tijd geklopt. Twee van Aquanopio zou binnen. Dat De Wart nog even een strijdgang aangaat. Het lijkt nu toch dat Fenna nog heeft op te zetten. Ja, is toch lijkt aan het langste aan, korte adem, korte eind te trekken. Het langste adem heeft Fenna voor Iris. Zo zit programma nummer 14 erop. Gaan we naar programma nummer 15. Programma nummer 15 is weer het laatste programma nummer voor een korte pauze van 10 minuten. Heren 100 meter school, junioren 1 en ouder. De eerste serie wordt volledig gevuld door Aquanopio met Manuel, Tim en Marcus. Serie 1 van 3, programma nummer 15. Gaat u er maar weer voor zitten. Daar zijn ze gestart. Manuel, Tim en Marcus. Ja, dit kan wel weer een leuke strijd worden. Jullie zitten keurig naast elkaar. Alle drie nog geen tijd op deze afstand. De 100 meter schoolslag. Ze gaan dus allen, als de jury er niets verkeerd in ziet, een PR zwemmen. Er zitten verschillende levenscategorieën hier. Dus wel in dezelfde leeftijdsklasse. Excuus dat er iemand voor in beeld staat, die hebben inmiddels bedreven. We gaan even terug naar die wedstrijd. Banen 2 en 4 gelijkwaardigen naast elkaar. Zowel Manuel als Marcus en Tim gaan daar natuurlijk. Het is gewoon zijn eerste tijd die op deze afstand gaat klokken. Dus wat hij ook neerzet, het is een PR. Kom maar op Tim, jij keert nu. Hop, en door. Richting die 12,5 meter. Ongeveer de rest zit op de helft, maar dat maakt niet uit Tim. Ga ervoor. En we gaan terug naar Manuel en Marcus, die dus nog altijd vlak bij elkaar aan het zwemmen zijn. Daar komt de camera, komt net op tijd voor het keerpunt terug, zie je. Hop, daar zijn we. En keren. Manuel keert net iets voor Marcus. Dan komt het weer op die onderwaterfase aan. Afstand blijft er nog altijd hetzelfde. Ook het verschil met Tim lijkt iets groter te worden. Maar nogmaals, 100 meter is gewoon een krachtige spanning. We gaan nu richting de finish. Dus Manuel die Marcus in ieder geval voor blijft, lijkt een halve lichaamslengte tussen te zitten. Bam, daar zijn ze binnen. Het is inderdaad gewoon op 12,5 meter afstand is Tim gewoon gebleven. Dat betekent gewoon dat hij een hele stabiele race aan het zwemmen is. Hè. Kom op Tim. Je hoort natuurlijk ook dat het me aan kan moedigen. Ja, dat is het mooie om dat met vriendjes, vriendinnetjes, levensgenoten, clubgenoten te doen. Iedereen helpt elkaar naar een beter niveau. En daar komt hij aan. En ook Tim klokt nu zijn tijd. En zit serie 1 van 3 erop van programma nummer 15. Gaan we door naar serie 2 van 3. En dan hebben we Simon, Mick en Kai. Ook allen weer van Aquanopio. En hier hebben we de zwemmers hebben allen al reeds een tijd op hun, achter hun naam staan. Zullen zij dus op zoek gaan om ook weer een PR te zwemmen. Of ze dat ook daadwerkelijk doen, dat ziet u via de lifetiming van Aquanopio. Dan nog via de app. De lifetiming app. Daar kunt u deze wedstrijd ook volledig volgen. En daar zijn ze vertrokken aan. Keurig de start van Mick. Geweldige sprong in het water met Simon en Kai daarachter. En, het ziet er
Simon zit kort achter de andere twee, maar er zit ook weer een leeftijd van 2 jaar ongeveer tussen. Ja, dat kan toch wel in kracht, is dat een wereld van verschil. Daar zijn ze gekeerd. Dus Mick die als eerste keert voor Kai en daarachter ook Simon. De eerste 25 meter zit erop. Alex is in de klok 17. Zie je in de leeftijdsverschil dat op afstanden wat groter worden. Er is geen enkele ramp. Hè? Uiteindelijk zwem je voor jezelf om jezelf het beste uit jezelf te halen. En uiteraard wordt dat natuurlijk aangemoedigd door je medezwemmers en door je coaches en je begeleiders. Maar uiteindelijk zit het, moet het vanuit jezelf komen. Je moet er heel veel plezier in hebben. En daar gaat in ieder geval Mick naar het laatste keerpunt. Hij heeft een 4 voorsprong op zijn medezwemmers in deze serie, Kai en Simon. Waarin Mick nu zijn laatste 12,5 meter is ingegaan. Dat is het mooie als je zo midden in dit zwembad zit. Dat je precies weet wanneer de zwemmers op welk punt ongeveer zwemmen. Kijk, daar is die. Mick tikt hier op zijn 100 meter aan. Daar kort achter Kai. En dan is het nu nog de laatste 12,5 meter voor Simon. Kom op Simon, zet hem op. Dan Simon naar de finish aan. Daar tikt hij hem aan. Gaan we ons opmaken voor die laatste serie voor de pauze in deze van dit programma ook. En dat is met Kieran van de Wart, Martijn van Aquanovio en Gaio ook van Aquanovio. Laatste programma al voor het zometeen de pauze weer even is voor 10 minuten. Uitleg waarom dat de pauze er eigenlijk is weer te maken om alle zwemmers voldoende te kunnen laten herstellen, te rusten. Voor het tussen wedstrijden. Uiteindelijk moet daar een bepaalde tijd tussen zitten. Door de pauzes in te passen, zodat de tijd korte afstanden zijn, voldoet de organisatie daar dus chapeau. Lijken, Bonnetje en Lijken Kappen. Kipno, Martijn en Gaio. 2, Dumart, 3 en 4, Aquanopje. Daar zijn ze weg. Kijk, en dit is wel weer wat geweld. Hè? Dat zie je gelijk aan die sprongen. En waar komen ze ongeveer boven water? Precies bij de lijn. Het is een uitstekende start van Martijn. De lichaam flinkt de voorsprong op beide zwemmers, zowel Kieran als op Gaio. Gaan we naar het eerste keerpunt. Ja, daar gaat Martijn. Terwijl zowel Gaio als Kieran een nek aan nek rijden. Gaio is aan het opzetten. Gaio is aan het versnellen. Dat kan je zien. Hij pakt ineens een lichaamslengte voor op Kieran. Terwijl Martijn al die halverwege het parcours is. Ja, dan gaat hij als een dolle. Maar Martijn gaat naar zijn laatste 25 meter toe. Ah, en kijk eens, Kaio heeft een versnelling wat terug. Heeft Kieran op een niet meer te overbruggen afstand gezet. Ja, en op 10 meter te gaan. Martijn, die is echt een hele snelle tijd aan neerzet voor mij gevoel. Kan optisch bedrog zijn, maar hij is binnen. Martijn heeft zijn tijd gebrokt. Kaio heeft de eerste baan wat rustig aangedaan lijkt het. En die andere 3 baantjes heeft hij full gas geswommen. Tikt nu aan, Kaio. Met daar weer kort achter. Kieran, tegen mensen dat we weer even een korte pauze gaan doen. Ik zet het geluid voor mij vooruit. Dus op de achtergrond probleem. En het beeld blijft gewoon aanstaan. Dus blijf kijken. Tot zo!
Ja, het tempo zit er aardig in deze wedstrijd. Dus gaan we weer beginnen. We zijn weer terug. iSport, iReport bij Aquanovio 94. De wedstrijd KNZB topdaagt uit. De laatste wedstrijd van de seizoen 2020-2021. We gaan ons opmaken voor de laatste series. Programma 16, 17, 18, 19 en 20. En dat zal dus gedaan uit een 50 meter vrije slag. Dus dit gaat snel, jongens. Dit gaat heel snel. En we beginnen zometeen met serie 1 van 4. Met de jongste zwemmers met Rowenska, Sim, Laure en Lisa. En Laure zwemt bij de Wartmensen. Serie 1 van 4, 50 meter vrije slag. Full power, de vrije slag. En dankjewel thuis voor een heerlijke, gevulde broodtrommel met groenten en fruit. Ik heb heerlijk opgereden in die korte pauze. Maar daar zijn ze vertrokken. Rowenska, Sim, Laure en Lisa. Het eerste programma van die vrije slag die we dus nu gaan zien de komende wedstrijden. Met Sim die er vandoor is in baan 3. Met daarachter op alweer een lichaamslengte Rowenska, Laure en Lisa. De jongen in baan 3 en de dames in baan 2, 4 en 5. Met Sim die er verschrikkelijk vandoor gaat en zijn voeten spartelen boven het water. Je ziet hem gaan. Daar gaat hij. Heeft inmiddels al 2-3 lengtes voorsprong op zijn dames. Maar in baan 4 komt Laura enorm opzetten. En ook Lisa zet aan. Rowenska in baan 2 heeft een kleine achterspan. Maar Sim gaat nu richting de finish. Daar is hij. Komt hij aan zijn laatste paar slagen. Oh, het wordt wat zwaarder voor Sim. Maar hij tikt aan als eerste. Hier, in baan 3. En dan komt Laura eraan. Laura komt aan met haar kort. Wordt Lisa komt ook nog even opzetten. Maar Laura tikt als tweede aan voor Lisa. En dan daar zit kort nog achter Rowenska. En zo is die eerste serie vrije slag goed tot een einde gebracht door deze eerste zwemmers. Dan gaan we het opmaken voor al die andere zwemmers die nu nog gaan komen. Met in serie 2 Suus, Effe, Jente en Ariane. Allen Aquanovio. En qua tijd zitten we nog keurig op schema. Dus mensen die hun kinderen op moeten halen. Ja hoor, rond de 5 uur na 5 zullen ze zeker vrij snel klaarstaan. En dan kunnen de vrijwilligers zich ook weer opmaken om lekker hier alles netjes achter te laten en de boel af te breken. Maar we gaan eens opmaken. Serie 2 van 4. Suus, Jente en Ariane. Daar zijn de meiden het water ingedronken en de jongen even natuurlijk in baan 3. Net zoals net één jongen in de baan tegen 3 meiden. Het is in baan 5. Ariane die een voorsprong neemt op de andere. En de camera komt hopelijk net op tijd terug. Ja, net op tijd terug om u het keerpunt te kunnen laten zien. Daar zijn ze, op het eerste keerpunt. Wie komt als eerste boven water? In baan 3 is het Effen. Heeft de leiding genomen. In baan 5 zit Ariane. Met daar kort achter zit Suus en Jente zitten op één lijn. Maar Suus, Jente komt opzetten. Jente komt opzetten. In baan 3 zie ik nog altijd Effen. Ariane, Suus zit voorbij Ariane. Jente zit voorbij Ariane. Het is Effen. Jente, Ariane en Suus tikken in die volgorde aan, dat zeg ik u. En zo zit serie 2 erop. Serie 3 hebben we Eva, Mathieu, baan 4 blijft leeg en in baan 5 Ilse. Allen Aquanovio, serie 3 van 4, Eva, Mathieu en baan 5 Ilse. Excuus, baan 3 is Mathieu zwemt bij de Wart. Baan 2 en 5, dat zijn de banen van Aquanovio. Daar zijn de 3 zwemmers vertrokken. Suus, Eva, Mathieu en Ilse. Het is in baan 2 en 3. Mathieu en Eva die nek en nek gaan. En Ilse zit daar weer kort achter. Het is Mathieu die als eerste gaat keren. Let maar op. Boom. Mathieu. Maar ook Ilse zit daar. Of Eva zit heel kort achter. Ilse keert nu. Eva trekt zich op aan Mathieu. Hoe zitten die tijden? Hoe zitten die tijden? Die zitten nek en nek achter elkaar. Die gaat daar. Mathieu trekt nu wat door. Ilse zit daar toch alweer op 2 lengtes achter de andere 2. Mathieu trekt door ten opzichte van Eva. Het is Mathieu die als eerste aangekeken. Ik zit toch heel achter, zit Eva daar kort achter. En op anderhalve lengte komt daar nu ook Ilse aan. En ook Ilse tikt nu haar eindtijd in. Boom. Serie 3 van 4 zit erop. Gaan we naar serie 4 van 4. 50 meter vrije slag met Jamil, Noah, Jelani en Wessel. Jamil, Noah, Jelani en Wessel. Volgens mij hebben die vandaag al eerder met z'n vieren tegen elkaar gezwommen. En dat wordt weer een leuke wedstrijd om naar te kijken. En dan zit deze leeftijdscategorie erop. Maar dus eerst gaan ze op dat startblok klimmen. 50 meter vrije slag.
Het is echt start. In baan 3 is Noah toch wel weer heel snel van start gegaan. Kort achter zit Jelani, Jamil en Wessel toch alweer op een kleine achterstand. En dat is heel moeilijk te repareren op die 50 meter. Wow, wat gaat Noah ervan door, zeg. Heeft al 2 lichaamsvoorsprongen op Jamil en Jelani. En Wessel zit daar op een lichaamslengte weer kort achter. Maar het is Noah die hier een verschrikkelijke tijd gaat neerzetten. Hij is binnen, boom. Komt Jelani daar achteraan. Jelani gaat nu als volgende tikken. Tik binnen, boom. Is Jelani binnen, nu is Jamil binnen. Hij komt Wessel nog voor zijn laatste slagen aan. Tak, hoppa, ook Wessel heeft zijn tijd geklokt. Zit programma nummer 16 erop. 50 meter vrije slag gaan we door naar de dames. 50 meter vrije slag in serie 1. Bente, Annelotte, Elke en Eva. Baan 3 gevuld door De Wart. Baan 2, 4 en 5 wordt ingenomen door de zwemmers van Aquanovio. En mensen, blijf vooral kijken. Laat rustig een berichtje achter hier op de livestream. Een like is natuurlijk ook altijd leuk. En u kunt ons volgen via Facebook, Instagram. Daarvoor hoeft u alleen maar kijken voor iSport, iReport. Dat zijn de pagina's waarop deze livestreams terug te zijn en alle andere activiteiten te volgen zijn. Maar we zitten inmiddels alweer 12,5 meter onderweg. En dat betekent dat Annelotte er vandoor is gegaan. Annelotte, Elke, Bente en Eva zijn voor hun 50 meter vrije slag vertrokken. En het is in baan 3. Annelotte die als eerste keerpunt bereikt voor Elke. En daarachter zitten Eva en Bente. Het is Annelotte die in ieder geval een grote voorsprong heeft ten opzichte van de anderen. Maar Eva komt opzetten ten opzichte van Elke. Eva trekt zich nu al naast Elke. Ja, bijna. Nog een paar slagen. Maar Annelotte gaat hier als eerste aantikken. Bats! En de slagen van Eva en Elke gaan zij aan zij. En daarvoor zit ook nog Anouk. Ja, heb ik even de finish gemist daardoor van Eva en Elke, BOE. Dat zien we dan wel op de lifetiming. En Bente tikt daar als vierde aan. Gaan we door naar serie 2 van 5 met Anouk, Lila, Mees en Frederike. De serie 2 van 5 met de banen 2 en 5 gevuld door De Wart. 3 en 4 door Aquanovio. Haha. En daar zijn ze vertrokken, de 2 van De Wart en de 2 van Aquanovio. Voor die 50 meter trein, dat gaat sneller. Alweer over de helft zijn ze weer. Mila voorop, voor Mees, voor Frederik en Anouk zit daar weer kort achter. Wie gaat er als eerste keer? U gaat het nu zien op de andere camera. Wie keert daar als eerste? Ik zie in baan 3. Het is Mila die als eerste keert, voor Mees, voor Anouk en Frederik. Ja, wat een keerpunt van Mila trouwens. Oeh, die trekt even op een lijn, op een lichaamslengte. Terwijl Anouk zich aan terugvecht is richting Frederik en Mees weer richting. Maar Mila is inmiddels al... Bam, binnen. Wordt nummer 2 wordt daar Mees voor Frederik. Ja, en daarachter heel kort ook Anouk. En zo zit serie 2 erop. Gaan we door naar serie 3 met Femke, Naomi, Benna en Amara. Dus baan 4 is er op De Wart. Baan 2, 3 en 5 gevuld door Aquanopio. Serie 3 van 5. 50 meter vrije slag. Het is van 2, 3 en 5 die keurig naast elkaar liggen. Met Femke, Naomi en Amara. Die gaat daar als eerste keren. Het lijkt me Amara die als eerste keert. Boom. Maar dan nu de onderwaterfase. Van baan 2, 3 en 5. Is Naomi die de erg goede fase heeft. Met Amara die nu weer langs zij kan. Met korte achterhoofd weer Fenna en Femke. Het is nu doorhalen. Het is in baan 5. Amara die lijkt mij aan het kortste eind te kijken. Maar ik kijk er natuurlijk stierven naloop. Het is Amara, Femke, Naomi, Fenna denk ik dat het is. Maar nogmaals, vind me er niet op vast. De uitslag wordt bepaald door de jury en niet door mij. Volgende jury, 50 meter vrije slag, Lopke, Sabine, Louise en Petra, allen Aquanovio. Gaan we ons opmaken.
waarom maakt dat uit? Maar eigenlijk gewoon baan 2. Lotte die gelijk een korte voorsprong heeft op Sabine. Op Louise, sorry. Maar het draait hier om het top 50 meter, niet om de eerste 5 meter. Ja, baan 2. Lotte die een voorsprong heeft. En dan zit het heel kort met Sabine en Louise. En Petra zit daar weer kort achter. En daardoor dat Sabine en Louise en Lopke in het zien, gaat het denk ik heel erg hard. En is het Lopke die aan voor Louise, voor Sabine. En ook Petra is nu binnen. Serie 4 zit erop, serie 5 komt eraan met Tira, Colinda, Kusje. Alle drie, want Aquanovio met banen 2, 3 en 4. Aquanovio, baan 5, is Boys. En die is van Duart. En dat is ook gelijk het laatste nummer. Dat is serie nummer van programma nummer 17. Ik noem Tera, maar die is helaas niet van de partij. Dus het is Colinda, Guusje en Loisje die op start gaan. Waren 3, 4 en 5. En het is Guusje. Die er vandaag volgens mij heel veel zin in heeft. Een dame die trouwens ook zich inzet voor Swim to Fight Cancer. Waar heel veel Aquanokio zwemmers en zwemsters gaan meedoen. Swim to Fight Cancer die het goed geld kan ophalen voor kankerbestrijding. Ja, daar is ze. Guusje tikt als eerste aan voor Colinda. En daarachter ook Lois. En zo zit ook dit programma nummer erop. Om even op te zeggen. Swim to Fight Cancer. Veel aquanoogjeswemmers hebben zich bij elkaar gevoegd en gemengd. Om geld binnen te halen. En dat zal binnenkort gezwommen worden. Hier in de Waal. In de Nederwaal. En ja, daar leest dan veel meer over op Swim to Fight Cancer. Op Facebook hier Swim to Fight Cancer. Swim to Fight Cancer Nijmegen. Terug naar het programma. Programma nummer 18. Waar Felix, Thomas en Lucas gaan zwemmen. Hun 50 meter prijsslag. Hun laatste programma nummer. Felix en Thomas van Duart en Lucas van Aquanovio. Zet hem op, jongens. Daar zijn ze vertrokken. Thomas iets later weg dan de andere twee. Felix, Thomas en Lucas. Ja, terwijl Thomas een voorsprong neemt op Lucas. Ah, de slagen van Lucas komen wel door. Maar kijk maar, want hij klimt zich naar Thomas toe. Thomas keert als eerste voor Lucas. En daar ook weer kort achter Felix, die ook aan het doorhalen is. Het kippen is een sterk punt voor Thomas hier. Want Thomas heeft gelijk 2 banen gepakt ten opzichte van zijn medezwemmers Felix en Lucas. Kijk, en dan gaan we naar de laatste 5 meter van Thomas. Die gaat aantikken. Lucas laat ook nog even door. Houdt Felix wel achter zich, denk ik hoor. Thomas binnen, Lucas binnen en ook Felix binnen. Hoppa, zit dat programma weer op. In ieder geval die serie van dat programma. Gaan we door naar serie 2 van 2 met Sofian, Malik, Sammy en Mink. Allen van Aquanovio. De Sofian, Malik, Sammy en Mink zijn gestart. Een goede start van Sofian in baan 2. En het is weer een diagonale lijn die je op de zwemmers kan trekken met Malik, Sammy en Mink. Sofian die als eerste keer. Hij komt als laatste ook boven en heeft alweer een anderhalve lichaamslengte gepakt op zijn medezwemmers. Met Malik, Sammy, Mink en ook Sofian die doortrekt. En dan wordt het Sofian, Malik, Sammy, Mink in die volgorde zullen ze hier aantikken. Kijk, daar is hij. Dat is nummer 2, dat is nummer 3. En ook nummer 4 heeft aangetikt. Gaan we naar programma nummer 19 van 20. 4 serienummers die in de leeftijd 11 jaar en ouder. 100 meter vrijslag nog altijd. Carina, Annelotte en Tara gaan zwemmen. Nummer baan 2 en 4, Aquanovio zwemsters. En baan 3, de zwemster van Duart. En daar zijn de dames voor hun laatste onderdeel vertrokken. 50 meter vrije slag. Vierde programma op die 50 meter. 4 keer 50 meter. Waar de stop daagt uit. Een stiep van de kaart
diverse prijzen beschikbaar heeft gesteld voor de beste zwemmers in het land. En hopelijk zitten er de zwemmers van Aquanoto dan wel van de Wart bij. Want dan betekent dat deze wedstrijd een succes is. En dat het een succes is, zal sowieso zijn. Want de zwemmers hebben eindelijk weer een keer gezwommen. En waar zullen ze daar aan toe geweest zijn? Maar Carina haalt hier weer door, hoor. Ik had het al eerder genoemd. In baan 2 zwemmen ze door. Maar nu komt toch ook Annelotte en Tara komen opzetten. Ja, Tara pakt hier Annelotte nog eventjes op die laatste 25 meter in. Maar we gaan 100 meter doen. Ja, waarom is ik me daar van twee zin? Ja, even van de commentator is niet altijd even makkelijk. Dus het is Marina die nog altijd haar voorsprong heeft. Een lichaamslengte van 1,5 voor op haar tegenzwem. Tara gaat nu Annelotte inderdaad voorbij. Gaan we discussiëren. En voor het laatste keerpunt zit hier toch wel weer gelijk Annelotte en Tara. Ze liggen nog altijd zij en zij, maar Carina heeft daar toch echt wel haar voorsprong vergroot. Die gaat hij als eerste aantekenen en zal ook waarschijnlijk een PR zwemmen. En dan kijk ik ook nog even heel netjes mee naar Annelotte en Tara. Ja, dat wordt echt een close finish, maar ik denk dat Tara met haar arm beter uitkomt en dus voor Annelotte aantekent. We lichten tegelijkertijd, maar nogmaals, daar ga ik niet over. Sluiten deze serie af. Serie 2 gaan we opzetten met alleen maar Aquanoto zwemmers. In baan 2, Mees. Baan 3, Leonor. En in baan 4, Erin. Erin. Daar zijn ze vertrokken. Mees, Leonor en Erin. Wat aardig gelijkwaardig op aan elkaar. Als je naar de tijden kijkt, er zit wel wat verschil over. Maar je ziet ook 100 meter. Het gaat niet alleen om die eerste 500 meter. Nee, het gaat om 100 meter. En baan 3 en 2 gelijk naast elkaar. Mees en Leonor en kort daar achter Erin. Het is nog altijd in de zin. Dus zometeen als ze de eerste gaan aantrekken naar die 100 meter. Naar 50 meter is dat in ieder geval Leonor. Dat is niet gebeurd. Meestal aan Erin is ook alweer gekeerd. En op dit moment maakt Leonor een klein verschil ten opzichte van Mees. Maar we gaan het zien. De laatste 37,5 meter zijn ingegaan. Richting dit laatste keerpunt van de dag voor Leonor. Ja, die lijkt hier toch wel deze serie te gaan winnen voor Mees en Erin. Nou ja, nogmaals, nog altijd 12,5 meter slagen te gaan. Ja, dan komt Mees toch ineens aardig opzeggen. Maar ook Leonor zet er ook Erin te zwemmen. Het is inderdaad Leonor voor Mees, voor Erin. En dan zit de serie 2 van 4 erop. Serie 3 van 4 komt eraan met Iris, Alexandra, Petra en Venna. Iris en Venna in banen 2 en 5 van de Wart. Banen 3 en 4 gevuld door Aqua en Lofiel. En daar zijn de dames vertrokken. Hier is Alexandra, Petra en Venna. En die komt nog eerst boven water. En die gaat vers. Dat is Alexandra die op in de voor. Iris, Petra en Venna zwemmen. We gaan al richting het keerpunt. En dat is als eerste bereikt. Inderdaad door Alexandra voor Iris, Petra en Venna. Dus banen 2 en 3. 3 en 2. Voorop. Daar weer naast elkaar zitten Petra en Venna. Maar dit is nog pas het eerste 50 meter punt waar we nu naartoe gaan. Daar heeft Alexandra al een lichaamslengte voorgepakt op de rest. Zit Iris daar weer kort achter en Petra verder gaan met elkaar uitvechten die derde en vierde in deze serie gaan worden. Al trekken ze nu ook door richting plek 2. Ja, dat ziet er aardig uit. Alexandra lijkt onbedreigd richting deze serie te gaan winnen. Maar wie wordt er dan tweede? Iris, Petra of Venna? Laatste keerpunt gaat dat misschien het verschil uitwerken. Het zit toch heel dicht bij elkaar voor die plek 2. Daar gaan we even ons op focussen. Wow, wat een keerpunt en een versnelling van Iris leek daar te komen. Maar Alexandra gaat richting haar laatste 5 meter. En is inderdaad Iris die het verschil maakt. Petra maakt het verschil ten opzichte van Venna. En zo gaan we finishen. Alexandra. Iris. En komt Petra toch nog heel dichtbij. En Venna eindigt vierde in deze serie.
80 zit er weer op. Gaan we naar serie 4 van 4, 100 meter. Rijenslag met Caitlin, Eline, Mandy en Fine. Caitlin in baan 2. Van de Wart, de overige zwemmers zijn van Aqua en Opio. Even de keus meer. Caitlin, Eline, Mandy en Fine. Baan 2, de Wart. De overige banen gevuld door. Dat is de serie van dit programma. Zijn ze vertrokken over het laatste programma van de dag. Die 15 meter tijdslag. En een pure start van Mandy. Maar daar ook weer allemaal kort achter elkaar. Eline, Feline en Caitlin. En Fine, Feline, Dolphine. Ah, wat een ramp. Kom. Ik denk wat keerpunten, maar het is nog altijd. Ja, het is Eline die voor Mandy gaat. En Caitlin zit naast Fine. Dus Eline die als eerste aan gaat aantikken. Voor Mandy, voor Caitlin. En dan ook Fine tikt aan. Zit programma 19 op. Gaan we naar het laatste nummer. Drie series. 100 meter vrije slag. Met in serie 1 Manuel. In serie 2. Och, jongens. Het is 100 meter, hè. We zijn gewoon nog aan het zwemmen en ik zit naar het programma te kijken. Excuus. Maar Eline ligt natuurlijk uiteraard nog voorop. Mandy ligt nog tweede. Caitlin ligt derde. En Fine ligt vierde. Eline gaat hier onbedreigd aantikken. En datzelfde geldt. Mandy pakt in het tweede deel. En Jurgen voorsprong nog op Caitlin. Caitlin heeft dat voorsprong op de grote Fine. En zo blijft het dus gewoon. Eline, Mandy, Caitlin, Fine. Zoals het op de 50 meter was, is het ook naar 100 meter. Programma nummer 20, laatste programma van de dag. We zitten keurig op het schema. 16:53 is het en is ook dit programma. Dat het van start gaat met serie nummer 1. Manuel, Tim en Marcus. Allen Aqua Novio, zoals ik eerder genoemd. En vergeef me dit kleine foutje. En daar zijn we vertrokken. De eerste serie van 3 in deze leeftijdscategorie. Junioren 1 en ouders. En ouder. Ouders zijn hier helaas vandaag niet bij, nog vanwege de coronamaatregelen. Hopelijk de volgende keer wel, want dan hoeft ook deze livestream natuurlijk niet meer verzorgd te worden. Dan kunt u er gewoon gezellig bij zijn. Want gezellig is het hoor, om erbij te zijn. Al zit in een hele andere rol dan als supportende ouder, opa of oma. Maar terug naar de wedstrijd. Tim neemt een voorsprong op Manuel en Marcus zit daar kort achter. Maar we zijn pas 5 meter onderweg. De eerste keer, de tweede keer van de zit erop. En dat is een goed keer van Tim. Want hij houdt zijn voorsprong nog altijd op Manuel. En Marcus zit daar weer kort achter. Ja, Tim zwemt iets weg bij Manuel in deze derde baan. En Marcus zit daar ook nog gewoon op het sprintertouw. Die doet nog altijd keurig mee in deze serie. Laat op 25 meter zijn ingegaan. Tim heeft nog altijd een voorsprong op Manuel. En Marcus zit wat kort achter Manuel, maar zal hem niet meer gaan bedreigen. Tim trekt ineens weg. Tim trekt weg van Manuel. Hij pakt de voorsprong en Marcus lijkt terug naar Manuel te komen. Is Manuel dan net stil te geven in de eerste baan? En Tim, bam, tikt aan, is binnen. En ja hoor, en Manuel behoudt zijn voorsprong toch nog op Marcus. Zo, serie 1 van 3 erop. Gaan we naar serie 2 van 3 met Simon. Mick en Kai, allen Aqua Novio. Eén na laatste programma van de dag. Ik hoop dat alle kijkers, want er zullen misschien iets minder kijkers nog zitten te kijken naar deze livestream. Ik hoop dat u genoten heeft. Bedankt voor het kijken, jullie van gast. Ik hoop dat jullie er een duimpje voor open hebben. En een fijne zondag. Maar dan moet ik maken een serie 2 met Simon McKay van Aqua Novio. En in baan 3 neemt Mick gelijk een voorsprong ten opzichte van Kai en Simon. Daar kijk, ja.
Dus Mick Porcay, een goede onderwaterplaats van Mick Porcay. En trekt het voor de weg van Kai. Simon zit daar kort achter en trekt natuurlijk zelf ook heel aardig door. Het is Mick die als eerste gaat toeren op 50 meter. En Kai zit daar op een lichaamslengte achter, keert hij ook. En ook Simon zit daar eigenlijk weer anderhalf, twee lichaamslengte achter. En zo zit het een mooie wedstrijd hoor. Ik denk dat er ook weer aardig hard gezwommen wordt in deze serie. Kai lijkt dichterbij bij Mick te komen, ik kan het betekenen. Simon lijkt de afstand groter te zijn. Ja, Mick trekt nu toch ineens door. Trekt het naar 2-2 lichaams, 2,5 lichaams breedte. Lengtevoorsprong. Hij gaat nu aantikken voor zijn tijd. Mick heeft zijn afstanden erop zitten. Bam! En ook Kai is nu binnen en daar komt ook Simon nog op zitten. Simon heeft volgens mij nog wel een laatste sterke baan gepakt. Heeft na de meetsprong doorgezet en tikt ook aan. Heeft ook zijn afstanden nu beëindigd. En dan is het nummer van de dag met Tristan van Aquanovio, Mies en Leon van de Wart. Deze tijden zitten heel dicht bij elkaar. Ondanks het jaartje leeftijdsverschil zitten ze heel dicht bij elkaar. Het is echt altijd iets qua leeftijd. Maar het is dan. Daar zijn getrokken en het pikstart van Tristan lijkt een hele goede start. Hoe is zijn onderwaterfase? Ligt toch al iets verder achter op Mies en op Leon. Toch al een halve lengte achterstand en Mies. En Leon maakt een felle strijd van. Die zit ook maar 800 tussen beide tijden. En die zitten echt zij aan zij. En Tristan trekt daar naartoe. Tristan trekt er naartoe. Maar Mies en Leon gaan zij aan zij. Wie gaat hier uitmaken? Wie pakt de laatste overwinning in deze laatste serie? Het is natuurlijk nog 50 meter te gaan. Ik maak het spannend, want het is dat het leuk te stemmen. Je kan doen wat je wil. Maar er is gewoon nog 50 meter te gaan. Het leek dus Mies te worden die als eerste ging leren. Maar nou, ik weet het niet. Maakt het niet uit, want we hebben nu nog 25 meter te gaan. Daar gaan ze nog zij aan zij met Tristan er kort achter. Het is Mies die als eerste rekenen en pakt nu ook een armlengte voorsprong. Ja hoor, Mies trekt weg bij Leon. Mies trekt weg bij Leon en daar zit achter Tristan nog. Daar is hij dan en Mies bam, tikt hem aan voor Leon. En Tristan zit daar weer kort achter. En zo eindigen we de zwemwedstrijd van vandaag. De top daagt uit KNZB, initiatief georganiseerde wedstrijd, maar opgepakt door Aquanovio in samenwerking met De Wart. We mogen genieten van 20 programmanummers, diverse series, maar vooral van de kinderen, opa en oma's, misschien van kleinkinderen, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendjes. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik ga mezelf even met wat natjes nat houden, zodat we de keel weer te smeren. Bedankt voor het kijken, iSport, iReport, die verschapen heeft jullie gedaan. Ik hoop dat u genoten heeft. Tot de volgende keer. Of eigenlijk moet ik hopen dat het geen volgende keer is. En dan zit u zelf weer op de tribune. Hier in het bloed.